Ik weet nog heel goed dat ik in het vliegtuig daarheen zat en dat ik echt de perceptie had van ik moet me nu dadelijk met mijn wapen een baan wanen naar de hangar van het vliegveld. En totaal onwetend. En ik ging daar als jongetje ging ik daarin en gaandeweg leer je omgaan met allemaal situaties die je totaal niet mee zal maken in het dagelijks leven. Ik ben Ton van Wetten. Ik ben 62 jaar. Ik ben majoor der mariniers buiten dienst. Ik ben opgekomen 2 januari 1978 en ik ben veteraan. Ik ben Wisse Krijger. Ik ben 40 jaar oud op dit moment. Mijn rang is sergeant marinier verbindingen. Opgekomen in oktober 2005. En ik ben veteraan. Ik denk dat we elkaar al eerder gezien hebben op ik een denk missie. Het wel. Ja, ik ben al wel 6 jaar weg, maar goed, ik heb natuurlijk mijn hele leven door gezeten. Ja. En jij bent verbindelaar of niet? Ook nog, ja, klopt. Maar ik denk dat wij elkaar in Kunduz hebben meegemaakt. En volgens mij was u daar de logistiek In 2012, officier. Ja. Ja, dat klopt. Was ik de J4, dat klopt, ja. Ja, Kun je nagaan, een klein wereldje. Bizar. Ja, en dan zit je zo in één keer tegenover elkaar. Ja. Wat heb jij een beetje naar Kunduz gedaan? Ik ben toen naar Marshof gegaan. Tenminste, heb ik geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Daar kon ik toen mooi voor opwerken. Is er niet geworden. Met mijn blessure ben ik uitgevallen. En toen ben ik bij het verkenningspeloton terechtgekomen. Bij Rekkie Sniper heette dat toen. Oh ja. En dat heb ik toen uiteindelijk gedaan. En ja, een fantastisch mooie tijd gehad. En uiteindelijk over een totaal andere boeg gegooid. Sportinstructeur geworden en hier nu geplaatst op het Kim ook. Jazeker. Hoe bent u bij de Koninklijke Marine gekomen? Wat is en was uw functie? Ja, hoe ben ik daarbij terechtgekomen? Eigenlijk een heel raar verhaal. Ik wilde heel graag in het buitenland werkzaam zijn. En ik was helemaal knettergek geworden van de film Top Gun. En ja, die zette mij aan om F-16 piloot te worden. Alleen ik was daar op een leeftijd voor dat ik eigenlijk al te oud was. En ik wilde wel, wat ik zei, in het buitenland acteren. Ja. Dus was eigenlijk voor mij een logische stap om dan te zeggen van oké, prima, dan ga ik naar het Korps Mariniers. Want ik weet dat die ook op Aruba en Curaçao werkzaam zijn. En zo is het eigenlijk gerold. En tot op de dag van vandaag geen moment spijt van gehad. Mijn vader had een schildersbedrijf en ik ben de enige zoon. Ik heb nog een zus, maar... En die had graag gezien dat ik ook zijn bedrijf over had genomen. Ja. Alleen, ten eerste ben ik ontzettend onhandig. Als ik naar een ruitje keek, dan had ik al in mijn vingers gesneden. Dat wilde ik niet. Hmm. Ik heb toen de HAVO gedaan en ik ben toen naar de pedagogische academie gegaan. Tegenwoordig heet dat de PABO. Dan denk ik, dan word ik maar onderwijzer. Alleen, ja, ik zat daarop. En toen, ja, je wordt gekeurd voor je dienstplicht. En ja, mijn vader vond dat allemaal wat minder, maar die dacht, ach, het is maar 14 maanden. Ik had de opleiding afgerond. In 1978 was dienstplichtig militair marinier begonnen in Doorn. Ja. Alleen, ja, ik vond het leuk en ik wou blijven en ik mocht blijven. Mm-hmm. En had je 3 keuzes. Nou, ik wilde graag naar Aruba, ik wilde graag naar Curaçao en ik wilde graag chauffeur worden. En toen hebben ze muziekverpleging gemaakt, want dat is logisch. Ja, dat ligt in de lijn van verwachting natuurlijk. Ja, nou goed, en dus dan denk je, nou weet je wat, dan word ik beroeps. Alleen toen de tijd hadden we een commandant die zegt van, oh ja, dat is goed, maar jij gaat korporaal worden. Maar ik wil graag kikker worden, nee, je wordt korporaal. Dat, ja, dan praat je over eind jaren 70, begin jaren 80, toen was de inspraak wat minder. Toen de sergeantscursus en na de sergeantscursus, toen ben ik heb ik mijn eerste uitzending gedaan in de Persische Golf met de stingerteam aan boord van de mijnenjager. Okay. Wat er toen gebeurde is dat in de Persische Golf werden door landen daaromheen, gooiden mijnen erin, om uiteindelijk de oliestroom naar West-Europa en Amerika, om die te beperken. Nederland had toen gezegd, wij sturen daar samen met België, sturen wij daar wat mijnenjagers heen, mm-hmm, om die mijnen eruit te vissen. Alleen omdat er ook een bepaalde luchtdreiging was. Zeggen ze, ja, hoe doen we dat? Want een mijnenjager is natuurlijk niet geëquipeerd tegen luchtverdediging. Mm. Dus aan boord van elke mijnenjager, ik zat op de Hellevoetsluis, zat een sergeant, een korporaal en een marinier. En die zaten gewoon met hun verbindingen en een aantal stingers aan boord om voor de low-level air defense te zorgen. Mm. Het was in het begin even wennen, omdat je natuurlijk
niet samen met dat schip opwerkt, want wij moesten additionele opleidingen volgen. Maar goed, uiteindelijk, de band was goed en de band was dermate goed toen wij afgelost werden in mei, de Maasluis en de Hellevoetsluis. En wij aan boord van de Nederlandse schepen hadden de keus, vlieg je met je collega's mee terug naar Nederland of vaar je mee terug? Nou, samen met de collega's op het andere schip overleg, we hadden een dermate goede band dat we besloten hebben mee terug te varen. Maar we hebben daar gewoon een hele goede tijd gehad. We hebben ook goed werk gedaan. We hebben daar ook 5, 6 mijnen eruit gevist. Ja. Er zullen ongetwijfeld nog wel plaatje van zijn dat die dingen opgebladen zijn met hele hoge zuilen. Ja, en toen zijn we gewoon teruggevaren naar Den Helder. Ja. 2010, toen draaide de laatste missie Oerzgan. Dus ik kreeg in plaats van 1 fotograaf, had ik er 3. We hadden nog een chief PAO, we hadden een redacteur. En je krijgt alle journalisten op je dak van 4 jaar Afghanistan, wat heeft het gekost en wat heeft het opgeleverd met alle lastige vragen van die. Ja. Nou goed, en dat heb ik daar gedaan. Dus ik heb alle bekende namen van die je van journalisten tegenkomt, die heb ik daar gezien. En waarbij sommige lui, die hebben buikpijn van me gekregen en ik van sommige lui. Ja, twee kanten werkt het op. Ja. Dus, en dat was dat ene kunstje nog. En toen, ja goed, toen ben ik over kleding en uitrusting geworden. Ja, toen kreeg ik condoes en toen overleed Mark Jeroen Pul. Ja. En toen zei kolonel de Jong, die kwamen we tegen, de babbel, en die vroeg aan mij van, heb jij een reden om niet naar Afghanistan te gaan? Ik zeg, nou, ik ben dit jaar 30 jaar getrouwd. Iedereen die ik ken, die is allemaal jarig in dat tweede helft van het jaar. En mijn dochter verwacht mijn eerste kleinkind. Hmm. Maar eigenlijk heb ik geen reden om niet te gaan. Nou ja, goed, en de rest van het verhaal ken je, ik ben gekomen. En dat was eigenlijk mijn laatste missie. Ja, en bij jou? Nou ja, dat was mijn eerste missie. Oh, en, okay. Gelijk een missie van 6,5 maand eigenlijk, ja. Was Kunduz natuurlijk. En ik weet nog heel goed dat we ik was op wintertraining in Noorwegen en wij kregen eigenlijk heel snel kregen we al een telefoontje van joh, hou rekening met dat we naar Afghanistan gaan. Ja, wat ik zeg, heel veel oefeningen gedraaid van tevoren en dan in één keer is het voor het echie. Maar ik weet nog heel goed dat ik in het vliegtuig daarheen zat en dat ik echt de perceptie had van ik moet me nu dadelijk met mijn wapen een baan wanen naar de hangar van het vliegveld. En totaal onwetend. En ik ging daar als jongetje ging ik daarin en gaandeweg leer je omgaan met allemaal situaties die je totaal niet mee zal maken in het dagelijks leven. Nee, je leert omgaan met onverwachte dingen. Het vormt je heel erg als mens. En u heeft het diverse keren meegemaakt, heel dat proces. Dus die vorming zal nog veel verder zijn gegaan dan in mijn enige uitzendervaring. Maar ja, dat was het voor mij gewoon heel erg. Dat ik inderdaad terugkijk op een hele onzekere periode en uiteindelijk kijk je nu op diezelfde periode terug dat je denkt van, maar eigenlijk hebben we best wel een goede tijd gehad en hebben we iets neer kunnen zetten. Ja, dat hebben wel wat betekend voor de mensen, voor de lokale mensen toen we daar waren. Ja, dat denk ik wel. En natuurlijk kan het zijn dat in Tarinkot dat daar de Taliban nou weer rondrijdt, maar in die 4 jaar toen wij er waren was dat niet zo. Ik denk dat aanwezigheid wel degelijk dan wat doet en, en wel degelijk wat uitmaakt. Maar ik weet niet hoe dat voor u is geweest. Ik had niet het gevoel dat ik in een oorlogssituatie zat daar. En ik denk mensen, en wellicht dat u dat kunt beamen omdat u wel in Oeruzgan bent geweest. Ik denk dat mensen die naar Oeruzgan gingen wel heel duidelijk zo'n beeld hadden van we gaan hierheen om te knokken. Mm-hmm. In die 6 maanden dat ik in Oeruzgan zat, zijn er natuurlijk 3 mensen overleden. Ja. Dus de perceptie dat het geweld buiten de poort er is, die is er wel degelijk. Ja. Dus de nazorg, die is natuurlijk enorm toegenomen. Ja, natuurlijk, daar is en ook behoorlijk gemaakt, professionaliseerd. Dus. Ja, ik weet niet beter, maar ja, u heeft het anders meegemaakt ook. Ja, natuurlijk. Ja. 1,5 jaar na de Golfoorlog, toen gingen we er ook eens over praten. Ja, dat is 1,5 jaar te laat. Heeft u nog bepaalde eigenaardigheden overgehouden aan missies? Dat u denkt van, dit doe ik nu anders door mijn handelen in die missie? Nee, wat ik wel in het begin had, met name de eerdere missies, is dat je bent niet zeker in het begin, je bent wat alerter. Mm-hmm. En zeker als je een paar incidenten hebt gehad, je bent even wat alert. Dus het is niet echt dat ik zeg, ik ben anders geworden. Je bent wel een aantal zaken meer gaan waarderen. Mm-hmm.
Ja, zoals wij het hier hebben, zoals we het doen en zoals je met je gezin en met je familie om kunt gaan. En met je collega's, dat ben je wel meer gaan waarderen. Ja, en natuurlijk maak je wel eens hele gekke dingen mee dat je zegt van, goh, ik ben wat vergeten. En dat je gewoon niet weet wat je vergeten bent. Ja, dat klopt. Als je in een inzetgebied was, had je altijd een wapen bij je. Nou, dat is hetgene wat ik er, dat weet u ook heel goed nog, want wij werden, op het kamp moesten wij ook met een... Je liep met je glok. Je liep met je glok, inderdaad. En op een gegeven moment word je opgepakt, dan ga je naar Mazar-e-Sharif. Dat was dat vliegveld net buiten Kunduz natuurlijk. En vanuit daar werd je teruggevlogen naar Nederland en daar leverde je wapen in. En ik weet nog zo verschrikkelijk goed dat ik inderdaad maar zat te voelen van waar is dat ding? Dat is een eerste reactie. Ja, maar omdat het zo eigen wordt... Maar die is ook heel snel over, hoor. Ja, op Kreta heb ik er geen moment meer over nagedacht. Maar het is wel inderdaad dat je dan inderdaad dat besef hebt van, oh ja, welcome back to reality. En voor de rest denk ik ook dat ik redelijk gezond teruggekomen ben uit het uitzendgebied. Maar wat ik er altijd nog aan over heb gehouden is dat ik, als ik in een mensenmassa sta, dat ik daar heel slecht tegen kan. Dat ik echt zoiets heb van, ik wil ruimte en overzicht. Of kijken naar vluchtuitgangen. Ja. Van waar is de nooduitgang? En dat zijn wel dingetjes, dat in Afghanistan, ik heb ook patrouilles gelopen natuurlijk tussen mensen daar, dat iedereen maar kwam kijken van wat gebeurt hier. En je bent natuurlijk een attractie voor die mensen. Ja. En iedereen die wil kijken wat er allemaal speelt en wie er nu in het dorp allemaal loopt. Maar ik heb echt altijd zoiets van, jongens, ruimte. Dat is nog wel iets wat ik nu nog steeds zie. Ja, dus mijn huidige vrouw, daar ben ik al 38 jaar mee getrouwd. Ja, die heeft dat eigenlijk, die wist niet beter. Natuurlijk heeft hij ook wel eens de bedenking gehad van, ik zit weer alleen en ik ben weer vader en moeder aan het spelen. Ja. Maar goed, zij zegt van, ja, maar het is wel zijn lust in zijn leven. Ja, zeg, want ik heb liever 6 maanden lang een gelukkige man op de stoep, dan een heel jaar lang een vent die chagrijnig terugkomt van zijn werk. Je gaat als marinier, ga je weg. Je doet op dat moment de deur achter je dicht. Ja. En daarmee stopt de tijd voor jou thuis. Ja, exact. Je gaat vervolgens, ga jij naar Noorwegen, naar Afghanistan, whatever. Ja. Jij komt terug en jij hebt het moment dat je de deur opent, het gevoel, ik kom weer terug in de situatie zoals dat ik hem heb achtergelaten. Ja, en daarna gaat de klok weer lopen. Ja. Ik herken dat, ja. En dan kom je er inderdaad achter dat een vrouw denkt van, ja, maar wacht even, zo werkt het niet. Mijn tijd is ook hier gewoon doorgegaan en ik ben ook verder gegaan met mijn leven. En dat duurt altijd heel eventjes voordat je weer dat besef hebt van, Je moet even we lopen in. Weer synchroon. Ja. En tegenwoordig is het bij mij zo, ik heb nog steeds de leiding, moet alleen even aan mevrouw vragen wat mag. Ja, nou ja, maar ja dat is toch prima. Aan elke missie moet je natuurlijk dat handboek nabestaanden invullen. Ja, dat heb ik wel een paar keer gedaan. Ja. Hoe heet dit? In het begin vond ik dat allemaal niet zo nodig, maar dat is meer het ontkennen. Mm-hmm. Ik denk dat ik 2012, dus 8 jaar geleden, 32 inderdaad. Ja. En dan ben je daar natuurlijk helemaal niet mee bezig. Nee. Alleen je wordt er wel op dat moment paspoel mee geconfronteerd van, we willen dat je dit invult, want het kan zomaar zijn dat. En ja hier moet ik wel eventjes anders mee omgaan dan ik normaal gesproken zou doen. En even toch wat aandacht aan schenken, ondanks het feit dat je zegt van, ik douw het liever weg. Hoe zag een gemiddelde dag eruit bij de Koninklijke Marine? Een gemiddelde dag? Daar zat hoe dan ook sport in. Ja. Dat zal in uw tijd niet anders geweest zijn. Nee. Daar zat altijd een stukje les in de vorm van skills. Ja. Nou, ik schets het altijd zo. Kijk, als jonge marinier en jonge onderofficier ben je inderdaad bezig. Want wat doen we 's morgens naar baksgewijs? Je gaat hardlopen. Ja, standaard. Ja, standaard. Ja. Je gaat lopen tot de koffie. Ja. En vroeger liep je 5 kilometer, maar uiteindelijk vonden we het leuk, werden het er 15. Eigenlijk zou ik zeggen, gemiddeld was je als marinier toch wel 16 tot 20 uur per week bezig met fysiek bezig zijn. Uiteindelijk wel, ja. Ja. Wat ik ook helemaal niet verkeerd vond, hoor. Mag ik u een vraag stellen met betrekking tot die veteranenstatus? Is dat iets waar u waarde aan hecht? Ja. Of is het echt iets dat u krijgt dat speltje, de pas? Nee, je hecht daar wel waarde aan. Ja. Want je bent namelijk wel op een gegeven moment door de Staat der Nederlanden uitgezonden geweest om iets te gaan doen wat de Staat der Nederlanden van jou vraagt, hè, wat ze goedkeuren. Wij leveren daar inspanning voor, we hebben daar ook wat gelaten op allerlei gebieden. Dus ik ben best wel trots op mijn veteranenstatus. Hmm. En ze hebben geen benul ervan wat je doet. Dat hebben ze ook niet. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Maar, nee, als iemand de vraag stelt, ja, wat doet het leger nou? En iemand zegt, ja, maar wat worden wij daar nou beter van? Ik heb dat ooit hier een heel klein voorbeeld genoemd. Het feit dat wij VPD's leveren, zorgt ervoor dat jij tv uit Japan krijgt.
komen. En dat is ook een van de dingen die als veteraan, die wij proberen uit te stralen, laat de rest van de wereld eens weten wat defensie betekent voor Nederland. Wat betekent de veteranenstatus nu voor jou? Nou ja, omdat ik nog actief dienend ben, is het eigenlijk iets wat altijd weer onderstreept wordt door een veteranendag of wat dan ook. Dat je denkt van, oh ja, maar wacht even, ik ben ook veteraan. Voor mij wel iets dat zegt van, ik heb heel veel gegeven, heel veel van mijn sociale leven moeten opofferen. Voor nou ja, andermans veiligheid dan, in dit geval in Kunduz. Hecht ik daar heel veel waarde aan? Eigenlijk niet. Het mooie is altijd de memories achteraf na zo'n uitzending. En daar hecht ik wel heel veel waarde aan. En dat is voor mij belangrijker, omdat het gelijk resultaat heeft, dan wat iemand anders van mij vindt, omdat ik uitgezonden ben. Dat is ook, in mijn optiek, is dat ook een beetje de kracht van reunies. Als jij een reunie hebt van een kleine club, niet als je zegt we doen het met 600 man, maar een reunie van een kleine club, dat heeft toch wel een bepaalde waarde. Maar ook dat is een beetje de magie van ons korps. Ja. Je komt elkaar tegen op Curaçao, of in Noorwegen of wat dan ook. Je ziet elkaar een tijd niet, je ziet elkaar weer en het is van ouds. En dat is met zo'n reunie ook. Ja, maar het is niet alleen een beroep, het is eigenlijk ook een lifestyle. Ik weet niet of je dat kunt beamen. Maar... Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ik heb na mijn laatste missie heb ik wat goede gesprekken gehad. En toen zei ook een gegeven moment ook een van die dames die zei, maar dadelijk ga je de dienst uit, hè? Maar dan stop je niet meer werken. Je stopt met de lifestyle. Ja. En het stomme is, je beseft het niet eens. Je begint eraan als een jongensboek, als een jongensavontuur. Zo ben je bij je ook begonnen. Ja, ja dus. Maar dat is het inderdaad gewoon een jongensboek. En dat gaat dicht op het moment dat het ophoudt, denk ik. Ja. Kun jij vertellen wat jij nu eigenlijk als het ware zou willen vertellen aan de mensen die jij nu in opleiding hebt? Wat je ze mee wil geven? Ja, daar voel ik me wel heel erg oud. Maar het is vertrouwen hebben in jezelf. En heel veel krijg je van huis mee. Maar ook heel veel doe je op eigen gevoel. En dat is op jonge leeftijd heel erg moeilijk. En die fouten die heb ik ook 10.000 keer gemaakt. Wat zou u tegen de jonge majoor van Wetten willen zeggen? Nou, tegen de jonge majoor van Wetten dat hij af en toe eens niet zo ongeduldig had moeten zijn. Want ik ben natuurlijk een redelijk driftig baasje geweest. Dat is over nu. Mm-hmm. Kijk, en daarnaast leer je wel communiceren met op allerlei niveaus. Alleen je wil echt tegen de jeugd zeggen van, maak een plan, denk erover na, communiceer dat met anderen. En leiding geven is niet zeggen wat ze moeten doen, maar je moet het als team doen.